De salarisbetalingen ten eerste, dat is de verantwoordelijkheid van Island. Dus wij zijn bereid om samen te werken, bijvoorbeeld door het openen van producten, zodat zij cashflow kunnen genereren. We zijn bezig met Washington om te kijken hoe wij in een andere licentie kunnen krijgen om de impact van de sancties op Curaçao, laten we het Curaçao breed noemen, te vermijden. En daarnaast hebben wij gevraagd aan RGK om alle scenario's, dat zeg ik voor alle scenario's, plannen voor te bereiden. Want het is heel belangrijk voor rust en wegnemen van onzekerheid voor de werknemers, maar daarnaast ook je wil zoveel mogelijk van je expertise hier behouden in het geval dat er een nieuwe operator komt en om te vermijden dat mensen naar een andere plek toe trekken. Dus in dat geval, gezien het nationaal belang, heb ik gevraagd om oplossingen voor te bereiden voor alle scenario's.